schilderstokken naar Drenthe dat mooie en overweldigende natuur zou hebben. De ongereptheid, dat trok de schilders aan en dat wilden ze laten zien. De Mestachts, Breitner, Max Liebermann en anderen. Naar het eind van de eeuw toe meer en meer in impressionistische beelden en kleuren. Hunnebedden, heidelandschappen, kerkjes achter een kudde schapen, de ploegende boer. Dat werd het beeld van Drenthe, anders dan het feerieke landschap dat daarvoor op een verfijnde manier werd geschilderd. Ja, je zei net dat je makkelijk kan zien dat het een vroeg 19e eeuws schilderij is. Vroeg 19e eeuw, toch? Ja. Hoe zie je dat dan? Nou ja, je ziet het aan de compositie en aan de manier waarop die bomen ook zijn geschilderd. Heel gedetailleerd nog, heel fijn geschilderd. Je ziet ook geen toets, zo'n klein eentje hier nog precies gedaan. Kousjes van die man, ongelooflijk verfijnd. Ja. Waardoor je eigenlijk aanknoopt aan de traditie van de 17e eeuw. Waarin de machtige natuur nog de schepping gods was en schilders delen uit de natuur samenvoegden tot een niet bestaande landschap. En wat doen ze daarna dan? Nou ja, daar, kijk, daar zullen we eventjes naartoe lopen. Daar zie je dus een 19e eeuws landschap, wat ook heel groot is. Dus dat is zeker niet buiten geschilderd, maar ik had altijd mijn 19e eeuw over. Dit is wel degelijk in het atelier gemaakt, want dit doe je niet buiten. Ja. Maar op basis van natuurstudies. En je ziet ook, kijk, als je wat dichterbij komt, hoe de toetsen er nog in zitten, hoe grof zo'n weg is met die modder. Dit is van een meneer Arnold Gorter, niet eens met een jaar. Maar die man is geboren in 1866, dus het zal van, nou zeggen ze wat, 1890. Maar het kan ook net zo goed van 1920 zijn. Hij is pas in 1933 doodgegaan. Als je nou uitzoomt en die toets laat voor wat het is, voel je eigenlijk, dan gaat de wind, komt al aan en het heeft net geregend, want die plassen zitten er nogal in. En het is schuren, je moet nog een stuk lopen voordat je thuis bent en je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in. Typisch Drenthe dus eigenlijk.